Zo? Wat dacht u toen u dit kreeg? Het kwam volkomen onverwacht. Dat kan ik wel zeggen, ja. Ja, ik was helemaal verrast. Ik wist niet wat me gebeurde. Gaat u iedere dag op pad? Nou, niet iedere dag. Nee? Nee, dan zou ik niet overleven. Ik doe het helemaal alleen. Hoe vaak dan? Nou, in de eerste plaats, als er wat nieuws is natuurlijk. Dit heb ik altijd bij me in een potloodje. Ik schrijf het allemaal op en als ik thuis ben, dan gebruik ik het nooit. Want dat doe ik altijd uit mijn hoofd. Oh. Uit mijn geheugen. Hoe komt u nou aan uw nieuws? Ja, je hoort wel eens wat en je ziet wel eens wat. Je bent journalist of je bent het niet, hè? Mevrouw van der Kleut, wat is hier aan de hand? Nou, dat zie je toch? Brandnetels. Goedemiddag, heren. Ik heb een brandende vraag. Oh, brandbos. En hoe gaat het werk? Komt u klaar binnen de tijd? Ja, zeker. Ja? Ja, tuurlijk. Het zou moeten. Eerder? Dat hopen we maar. Wat komt er voor asfalt? Er komen 3 soorten asfalt op. Geen zoap meer. Dat is niet zo goed, hè? Heb ik gehoord. Nee, meer voor snelwegen. Ja, www.beemsterbengel. Weet u alles aan wat u wil weten? Ja? Ja. Ja, deze mensen die hebben natuurlijk niet de touwtjes in handen. Die mogen alleen met asfalt leggen. Hier is de redactie. Ja, de redactie van de Beemster Bengel. En daar zit ik elke dag wel een paar uur, hoor. Ja? Ja. Ja. Waarom bent u hier eigenlijk mee begonnen? Na het ongeluk van mijn zoon. Toen heb ik gezegd van, ik wil gewoon... Ik moet toch verder leven. En ik wil gewoon wat aanpakken. En dat is dit geworden. Het ongeluk van uw zoon? Ja, die is verongelukt. Verongelukt. Jeetje. Op de Zuiderweg met zijn motor. Ik heb eerst maanden gehuild, gejankt tot ik geen traan meer had. En toen ben ik begonnen. En helpt die website u dan een beetje? Jawel. Je kan niet thuis blijven zitten als je dat wil doen. Je moet eruit, je moet mensen ontmoeten, je moet naar activiteiten gaan. En ja, dat was in het begin heel moeilijk, maar ja, ik had daar toch een daginvulling voor. En, ik heb het mezelf opgelegd. Wat gaat u er nu mee doen? Met die tegel? Ja. Nou, ik leg hem maar bij mijn zoon neer, bij de foto van mijn zoon. Schat. Dan kunt u er goed naar kijken. Ja.